We gaan het vanmorgen hebben over zout en licht. En voordat we het daarover gaan hebben met elkaar, wil ik samen bidden. Zullen we dat doen? Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u de God bent die van ons houdt, die naar ons omziet. Dank u wel dat u de God bent die, die een plan met ons leven heeft. En ons ook alles gegeven heeft om dat plan invulling te kunnen geven. Om dat plan tot uitvoering te kunnen laten komen door uw Zoon Jezus Christus. Door de kracht van uw Heilige Geest. En Heilige Geest, wilt u mij op dit moment ook inspireren? Wilt u door mij heen werken? Dat het woord wat ik vanochtend mag brengen levensveranderend zal zijn voor de mensen die het horen. Heer, dat het een woord zal zijn van bemoediging. Dat het een woord zal zijn wat leven geeft. Dat het een woord zal zijn wat in onze geest geplant wordt. En waarheid is rechtstreeks vanuit uw troon. Heilige Geest, daartoe nodig ik u uit. In Jezus' naam. Amen. Amen. 3 weken terug sprak ik met als titel: Jullie zijn het licht in de wereld. En wat ik zie ook in de afgelopen weken is hoe de sprekers die hier op het podium staan eigenlijk heel mooi een aantal thema's aansnijden waarvan je zou kunnen zeggen van dat komt allemaal bij elkaar als het gaat om Jezus volgen. Als het gaat om achter Jezus aangaan. Sven sprak daar vorige week ook over. En we hebben Carlien gehad, die sprak over het heilige vuur en over roeping. En we hebben Jonathan gehad, die sprak over het volstromen met de volheid van God. En Sven, die het had over Jezus volgen. En zelf sprak ik over: jullie zijn het licht in de wereld. En hoe belangrijk het is dat wij als kerk, als gemeente, als volgelingen van Jezus, onze vijanden juist lief te hebben. In plaats van ze weg te duwen, ze naar ons toe te trekken. En dat gaat over mensen die anders denken dan jij. Dat gaat over mensen die anders denken dan wij. Die anders voelen dan wij. Die andere dingen anders beleven dan wij. En we zijn geroepen om die extra mijl te gaan. Waar andere mensen zeggen van nee, hier trek ik een streep, hier trek ik een grens. Zeggen wij als licht in de wereld, wij lopen die extra mijl. En dat betekent dat je niet oordeelt over wat een ander vindt of over wat een ander doet. Maar dat je juist uitreikt in liefde. Dat je uitreikt naar die ander. En je extra je best doet om die ander te begrijpen. Ook al is dat soms zo moeilijk. Ook al kunnen we soms er niet bij wat die ander, wat die ander doet of wat die ander denkt of wat die ander zegt. Maar ik geloof dat als wij dit doen als gemeente, dan stralen we als een stad op een berg. Amen. Dan stralen we als dat licht. Als dat licht op die kandelaar. En dan ontstaat er ook een situatie waarin als mensen of overheden of zelfs koningen het niet meer weten, in al hun chaos en hun crisissen waar we ook op dit moment in zitten, naar ons kunnen kijken. En ze ontvangen hier richting. En ze ontvangen hier hoop. En ze ontvangen hier nieuwe kracht vanuit de Heilige Geest. Nieuwe hoop en nieuwe liefde in Christus. Amen. Nou, je zou dus kunnen zeggen van er ontstaat bijna een soort kleine prekenserie. Vanuit ons jaarthema, schijn in mij, schijn door mij, sluiten deze preken eigenlijk heel mooi op elkaar aan. En allemaal zetten ze het belang van wandelen vanuit openbaring, vanuit de Heilige Geest centraal. Het gaat erom dat je dingen doet vanuit die ontmoeting met God. Vanuit die openbaring van de Heilige Geest. Die aanraking van de Heilige Geest. En vanuit daar heb je invloed op je omgeving. We hebben allemaal invloed. En niet alleen de burgemeester of de ministers. Nee, we hebben allemaal invloed op de plek waar we staan. Of dat nou is op school, of het is op je werk. Allemaal hebben we invloed. Nou, en vandaag wil ik graag door op mijn preek van 3 januari.
En de titel van mijn preek, ik noemde het net al, is Zout en Licht. Hoe zijn wij nou het zout en licht in deze wereld? En hoe grimmiger, laat ik het woord maar even gebruiken, hoe grimmiger de wereld om ons heen soms lijkt te worden. Ik weet niet, jullie hebben het vast gehoord ook over al die rellen die nu weer plaatsgevonden hebben. Maar hoe grimmiger de wereld om ons heen lijkt te worden, hoe sterker dat licht op die berg, die stad op die berg moet gaan stralen. Dat licht moet nog meer zichtbaar worden. Want weet je, die rellen die we afgelopen weken hebben gezien, ook die zijn niet nieuw. Die rellen, ja, voor ons is het nu even weer nieuws. Maar als je in de eeuwen terugkijkt en ook in de tijd van Jezus, er waren ook opstanden. Er waren mensen ook bang voor rellen en onrust en chaos. En ja, de situatie was zelfs zo dat Israël werd bezet. Het werd bezet door de Romeinse bezetter. Maar Jezus genas de slaaf van een Romeinse centurio. En hij riep de tollenaar Matthäus. En hij was bewogen met de soldaat. En hij was bewogen met de verzetstrijder. Met de prostituee en met de tollenaar. En hij bezocht en genas. En had genade voor ze allemaal. Allemaal, niemand uitgezonderd. Weet je, en de overheid is aangesteld om de orde te bewaren en te bewaken. En daarom vraagt Paulus van ons om de overheid te gehoorzamen. Zelfs als dit een overheid is die niet dezelfde overtuigingen heeft als jij. Weet je, en dan, als we dan kijken en dan kunnen we zeggen in het vertrouwen dat Jezus regeert, dat hij de koning is op de troon, zegt hij, maar jij moet mij volgen. Jij moet mij volgen. En dat is simpelweg gewoon doen wat Jezus zegt. En als je dat doet, dan ben je zout en licht in deze wereld. Dan ben je zout en licht in deze wereld. Want door deze houding van overgave, door deze houding van nederigheid, ontstaat er een situatie waarin de Heilige Geest de ruimte krijgt om te doen wat Hij wil in jouw leven. Door jouw houding van nederigheid wordt Hij verhoogd. En dat is een Bijbels principe wat de wereld niet kent. Maar wij kennen het wel. Want wij zijn die stad op die berg. Amen? Amen. Nou, dat was even een korte terugblik van de afgelopen preek. Maar ik wil deze preek wil ik ook graag in de context plaatsen. In een frame waarin we kunnen snappen wat er precies gebeurt. En als we kijken naar die vergelijking van zout en licht, dan zien we dat deze vergelijking komt van Jezus zelf. En dat lezen we in Matthäus 5, waarin de bergrede wordt beschreven. En wat ik eigenlijk wil doen is het framework, de context pakken waarin dit verhaal is opgeschreven. Het is een toespraak van Jezus en die is opgeschreven. En het is een van de bekendste Bijbelgedeeltes. Het is een van de bekendste gedeeltes in de Bijbel. En ja, ik zei dat in mijn laatste preek ook, maar het verhaal leert ons eigenlijk hoe we de wet, de Torah, kunnen plaatsen in het goddelijke perspectief. Hoe heeft God dit nou echt bedoeld? De Torah, de wet en de profeten heeft zoveel waarheid erin. Maar op het moment dat je daar de geest uithaalt, dan kun je daar op een bepaalde manier naar gaan kijken waarvan God zegt van ja, maar dan sla je de plank mis. En in Lucas 6 lezen we ook een gedeelte waar ook een rede gevoerd wordt. En daar zitten ook wel wat dingen in, die ook in de bergrede staan. Maar niet zoveel, niet zo krachtig. En je zou, dat wordt ook wel eens gezegd, dat je zou kunnen zeggen de bergrede, en zou je bijna kunnen zien als de grondwet van het Koninkrijk van God. Zo zou je hem kunnen zien.
En als je historisch bekijkt, dan zie je ook dat de bergrede heeft niet alleen maar invloed gehad op de kerk en het christendom, maar de bergrede heeft invloed gehad op alle religies en allerlei culturen en allerlei slimme mensen, wil ik bijna zeggen, filosofen van deze. Allemaal halen ze waarheid uit die bergrede. En zoals we het kunnen zien, is het rechtstreeks een boodschap uit de hemel, waarin God zelf aan het woord is. Het is een boodschap van God zelf, rechtstreeks vanuit de hemel aan ons. God zelf is aan het woord. En het legt je onder andere uit wat de persoonseigenschappen, wat de karaktereigenschappen zijn van de burgers van het koninkrijk. Hoe ze met elkaar om mogen gaan. Hoe ze met elkaar om kunnen gaan. En het laat zien dat het koninkrijk van de hemel gekomen is. Dat het niet iets is wat nog ver in de toekomst ligt. Nee, het is hier, het is vandaag, het is voor ons. Want Jezus, de Messias, is gekomen. Nou, de bergrede staat in Matteüs. En Matteüs was een van de 12 apostelen. Matteüs was een Jood en hij was een van de 12 apostelen van Jezus. En Jezus riep Matteüs toen hij nog werkte als tollenaar. We zouden nu zeggen belastingambtenaar. En in het evangelie van Matteüs wordt hij Matteüs genoemd, maar in andere evangelieën wordt hij ook wel Levi genoemd. Zoon van Alfeus. Nou, waarschijnlijk had hij twee namen, dat weten we niet precies. Nee, waarschijnlijk had hij twee namen en heeft hij één naam aangenomen. Misschien na zijn bekering, dat zou kunnen. En lees op meer plekken ook wel in de Bijbel dat gebeurt. Maar het feit dat hij een tollenaar was, betekende ook dat hij kon schrijven. En hij had doorgeleerd, zouden we hier zeggen. Ja, hij had doorgeleerd. Ja. En hij was slim. Hij was een boekhouder, hij was een klerk, hè, zo zou je dat ook kunnen noemen. En hij was een Jood, hè, dat zei ik net ook al. Net als Johannes, het evangelie van Johannes. En het waren dus de apostelen die dichtst bij Jezus stonden. De evangelie van Matteüs en Johannes, dat zijn de evangelie van de apostelen die dichtst bij Jezus stonden. En het mooie daarvan is dat we het ook uit eerste hand zien. Matteüs was erbij. En hij heeft het uit eerste hand gezien wat Jezus deed. Hoe hij rondliep, wat hij deed in Israël, daar 2000 jaar geleden. En wat hij doet in het verhaal is dat hij heel vaak teruggrijpt op die wet en die profeten. Kijk jongens, dit staat er in de wet de profeten. En kijk eens wat hier gebeurt. Dit is wat Jezus nu aan het doen is. Dit is de vervulling daarvan. Dit is de vervulling van wat er al geprofeteerd is, zoveel jaar geleden. En dat doet hij met regelmaat. En dat is heel gaaf om te zien. Want daarmee zie je dus ook dat Jezus echt de vervulling is van die wet en die profeten. En hij haalt met regelmaat gedeeltes aan uit het Oude Testament. Wat hij ook doet, en hij begint daar zelfs mee, is de geslachtslijn van Jezus te benoemen. Helemaal terug tot David, zodat we ook weten van, weet je, het klopt. En als ik één ding, ik ben ondernemer, maar als ik één ding geleerd heb, is dat de boekhouder vaak wel gelijk heeft. Dus als het cijfermatig ergens niet klopt, de boekhouder die haalt het altijd boven water en die laat zien, kijk, hoezo zit het? Boekhouders zijn nauwkeurig, ze zijn accuraat. En dat zie je ook, dat Matteüs dit doet. Hij onderbouwt het. Hij laat niets aan het toeval over. En hij noemt Jezus ook met regelmaat zoon van David. En dat vind ik mooi. Want daarmee zet hij ook die geslachtslijn weer in kaart. Alles is geschreven vanuit het perspectief van de verhouding van Jezus en Israël. Dus alles wat opgeschreven is, staat in relatie tot Jezus en Israël.
En ook dat is weer zo'n geweldige waarheid. Want Jezus en Israël, dat leidt dan tot zo'n mooie, prachtige eenheid. En dat is de gemeente. En ja, wat ik hierin terugzie, ook, en ik geloof dat dat ook iets waar we gewoon ook in deze tijd op mogen blijven staan, is dat wij geënt zijn op Israël. Dat de gemeente voortkomt uit Israël. Dus we hebben een prachtige nieuwe eenheid en dat is de gemeente. En Jezus komt naar deze wereld. En hij wordt geboren als een Jood. Matthäus was een Jood. Paulus was een Jood. Het zijn allemaal Joden. En daar komt een prachtig nieuwe eenheid uit. En dat is de gemeente. En daarom geloof ik ook dat het heel belangrijk is. Dat we als gemeente nooit Israël moeten vergeten. Want dat is waar de zegen vandaan komt. Door Israël heen. Zo werkt God. God werkt altijd in volgorde. God werkt altijd in volgorde. En als je die volgorde eert, respecteert en toepast in je eigen leven, dan kan die zegen stromen. En dat is wat Matthäus hier in zijn evangelie doet. Hij legt die volgorde uit. Hoe God werkt. Trouwens, even een zijstraatje. Ik ben een boekje aan het lezen. En dat boekje heet Zegen door Israël. Echt een absolute aanrader. Mocht je dat boekje nog niet gelezen hebben. Maar het is echt een fantastisch boekje. Waarin je absoluut alle waarheden over Israël terug kunt lezen. En ik ben er echt heel enthousiast over. Dus als je meer over Israël wil weten. En hoe dat zit in het verbond. Tussen God en zijn volk. Absoluut aanrader. Maar goed, dat is even een zijstraatje. Daarmee wordt duidelijk dat het evangelie dus ook niet alleen voor Israël is, maar voor de hele wereld. Zoals we dat lezen in Handelingen 1. Vanuit Jeruzalem, naar Judea, naar Samaria, tot het uiteinde van de aarde. Dat is de volgorde. Dat is de volgorde die God voor ogen heeft. Dat is de volgorde waar we ons aan vast mogen houden. Het evangelie was dus ook eerst voor de Joden bedoeld en daarna pas voor de heidenen. Nou, wat ook wel interessant is om te vermelden, vind ik zelf, is dat het een hoofdstuk is wat uit 5 onderdelen bestaat. En dus je hebt het eerste onderdeel, hoe behoren burgers van het koninkrijk te leven? Hoe behoren rondtrekkende discipelen zich te gedragen? Welke gelijkenissen heeft Jezus verteld? Welke vermaning gaf Jezus over het verhinderen van de toegang tot het koninkrijk? En als laatste, hoe gaat het uiteindelijk met de mensengeschiedenis? Ook dat is wel een belangrijk onderdeel. Nou, kortom, het is echt een boek waar zoveel in staat. En het is een boek waarin Jezus vooral zelf aan het woord is. En ook dat is zo gaaf. Want dat betekent gewoon dat je rechtstreeks vanuit de hemel die openbaring ontvangt. Nou, laten we eens met elkaar lezen. Matthäus 5, vers 13 tot en met 16. Daar staat: jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover. Nou, wat bedoelt Jezus hier met zout? Zout is een smaakmaker. Maar het beschermt ook tegen het bederven van voedsel. Het zuivert. En
En in die context wil ik ook graag, als je het hebt over voedsel. Hè, voedsel is vaak ook het beeld van het woord. Van het woord dat eeuwig leven geeft. En ik geloof dat wij als gemeente dat zout mogen zijn. Zout gaat over smaak. Wat voor smaak geef je aan dat woord? Hè, er zijn gemeentes die geven het voedsel niet zoveel zout. En daardoor denk je van, nou, het eten is een beetje flauw. En er zijn gemeentes die geven het voedsel heel veel zout. En dan denk je, oh, wat veel zout zeg. Ja, dan smaakt het ook niet meer. Ja, maar wij zijn de smaakmakers. En dat betekent dat wij, als het gaat over het woord, als het gaat over het voedsel, als het gaat over het toepassen van Gods koninkrijk principes, dat wij dat zout mogen zijn. Dat wij dat zout mogen zijn wat het voedsel lekker maakt. Wat het voedsel smaak geeft. En ja, Jezus zegt hier, wij zijn het zout van de aarde. En wij geven het leven smaak. En mensen kunnen aan ons zien wat hemels geluk is. Werkt het bij u ook zo? Kunnen mensen dat altijd aan u zien? Wat hemelse vreugde is? Wat hemelse blijdschap is? Wat het is om te wandelen in die belofte en de glorie van het koninkrijk? Of valt dat soms nog wel eens wat tegen misschien? Nou, als ik naar mezelf kijk, vind ik dat soms nog best wel lastig. Vind ik dat best wel moeilijk. Maar dat is wel waartoe we geroepen zijn. Om dat zout te zijn. Angst heeft geen plek in ons leven. Nou, ik ken behoorlijk wat mensen die af en toe nog best bang zijn. U ook? Voor wat er gebeurt. En als we hem aanbidden en zijn naam groot maken, dan is er overwinning. Staat u ook in die overwinning? Of is dat soms ook nog wel lastig? Heb je soms ook nog wel het idee van, nou, ik vind het soms best wel ingewikkeld. Overwinning, ja, ik verlies eigenlijk best wel vaak. Ik verlies best wel vaak relaties om me heen. Of misschien wel je baan. Of ja. Maar Jezus zegt hier, jij bent het zout. Jij geeft het smaak. Je geeft smaak aan je eigen leven, maar je mag ook smaak geven aan het leven van de mensen om je heen. En in die tijd van Jezus was er ook, je had de fariseeën. En die fariseeën die legden soms een juk op wat niet te dragen was. Zo zwaar. En aan de buitenkant leek het heel mooi, maar van binnen was het soms kil en koud. En smakeloos. Het voedsel had geen smaak meer. Maar Jezus zegt hier, dat is nu voorbij. Die tijd is geweest. He, er is nu een tijd dat je kunt gaan leven vanuit die overwinning. Er is nu een tijd dat je kunt leven vanuit de kracht en de blijdschap van de Heilige Geest. Dat je dat juk, dat zware juk van je af mag gooien en mag gaan staan in de vrijheid van de Geest. Zoals het ook in de zangdienst zo mooi naar voren kwam. En dan is het zoals in Psalm 34 staat. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. En dat is de belofte die God voor ons heeft vanmorgen. Dat je zijn heerlijkheid, zijn goedheid mag proeven. En weet je, ik hoorde van de week nog iemand. En die had zo'n aanraking gehad van Gods geest. Die werd daar zo ontzettend blij van. En vorige week sprak ik ook iemand die ging gewoon een kwartier lang door over hoe dankbaar ze was voor alles wat ze had. En ze begon over, ja, maar weet je, ik heb een dak boven mijn hoofd. En ik heb eten op de tafel. En zo ging ze echt een kwartier door. En ik werd er gewoon emotioneel van. Het raakte me zo.
Maar ik geloof, weet je, dat is de Heilige Geest die door mensen heen werkt. Dat is de Heilige Geest die door mensen heen werkt. Dat je echt kunt pakken. Dat je echt kunt pakken wat God voor jou is. Hey, dat je hem niet voor lief neemt, maar dat je echt kunt pakken wat God voor jou is. En vanuit daar denk ik ook, weet je, het is leuk om bij christenen in de buurt te zijn. Ja, toch? Het is leuk om bij jou in de buurt te zijn. Want jij bent positief. En jij bent optimistisch. Want jij hebt de Heilige Geest die in je woont. En daarom ben je vrolijk. En daarom ben je blij. Je zit er een beetje zo naar mij te kijken. Zo van, nou, dit weet ik niet hoor. Maar dat is het toch, lieve mensen. Christus is onze hoop, dus wij hebben altijd hoop. Ja. En het is bij jou thuis altijd gezellig. Ja, toch? Er zijn altijd koekjes op tafel en de koffie is altijd bruin. En de deur staat altijd open. Nee, nu even niet, want het is winter, maar... Dat is zout. Dat is zout. Je geeft het leven smaak. Wij weten hoe je een feestje geeft, toch? Als er één club mensen is die zou moeten weten hoe je een feestje geeft, dan zijn dat de christenen. Amen? Als er één club mensen is die de beste dansmoves hebben, dan zijn dat de christenen. Ja. Als er één groep mensen is die weten hoe je muziek maakt, dan zijn dat de christenen. Dat is echt wat ik geloof. Dat is wat Jezus hier bedoelt. Dat is ook, weet je, hij zegt dan van ja, maar als je vast, weet je, maak je dan niet extra verdrietig en zo. Doe dat nou niet. Met as op je gezicht en weet ik veel wat. Maar wees gewoon blij. Wees gewoon vrolijk. Dat is christen zijn. En ik geloof dat hij dat hiermee bedoelt. En als we dat niet doen, dan gaan we ons doel voorbij. Dan gaan we ons doel voorbij. Want weet je, het doel van zout is dat het eten lekker wordt, zodat mensen het willen eten, toch? Ja. Ik ga liever naar een restaurant waar ze lekker eten hebben, als een restaurant waar het niet te vreten is. Ja, laten we eerlijk zijn, toch? En als we naar een restaurant gaan waar het lekker is, dan gaan we er ook nog een keer naar terug. En dan bestel je nog een keer een toetje, en je bestelt nog een keer een drankje, en het is gezellig. Nou, dat is wat zout doet. Onder andere. Maar wat bedoelt Jezus nou met licht? Want als Jezus praat over licht, en daar word ik heel enthousiast van. Maar als Jezus praat over licht, dan moeten we terug naar het allereerste begin. En met begin bedoel ik ook echt het allereerste begin. Dus het begin van alles. Dus we gaan even een reis door de tijd maken, gaan de hele Bijbel even door. Dus goed opletten. Genesis 1, vers 3. God zei, er moet licht komen. En er was licht. Yes, dat is het gewoon, hè? God zag dat het licht fout was. Goed, hè? Dus licht is goed. En hij scheidde het licht van de duisternis. Heel goed. Jullie kennen echt... De Bijbel goed. Het licht noemde hij dag en de duisternis noemde hij nacht. God zegt hier, licht is goed. Dat is een eigenschap van licht. Dat is filosofisch bijna, hè?
Maar ik geloof dat het geestelijk is. Licht is goed. Het is fijn om in het licht te zijn. En als we dan verder lezen, vers 14, 16, 17, 18, beschrijft God hoe hij andere lichten maakt. En dat zijn lichten die de seizoenen aangeven. Het zijn lichten die de dagen en de jaren aangeven. En hoe ze heersen over de dag en hoe ze heersen over de nacht. En om licht te kunnen scheiden van duisternis. Weet je, licht geeft ons houvast. En je moet je eens voorstellen, hoe zou de wereld eruit zien zonder zon? Of zonder sterren? Dat zou heel raar zijn, toch? Dus licht is superbelangrijk. Licht geeft ons houvast. Licht geeft ons richting. Licht geeft ons perspectief. Het geeft ons leven. Het geeft ons in feite alles wat je nodig hebt. En dan lezen we Johannes 1, vers 4. Dus we gaan even weer helemaal aan de andere kant van de Bijbel. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Wat Johannes hier doet, is hij beschrijft eigenlijk diezelfde soort gebeurtenis, alleen met een ander doel. Hij schrijft het namelijk met als doel om Jezus te openbaren als de Messias. Als zoon van God. Om te zeggen van ja, maar hij was er al vanaf het begin, lieve mensen. En met het woord wordt dus ook Jezus bedoeld. En het woord was leven en het leven was licht. Dus we hebben het woord, God zei. God zei, het woord, God sprak. En we hebben het leven en we hebben het licht en allemaal in de persoon Jezus. Ze zitten allemaal in de persoon Jezus vertegenwoordigd. Jezus die als licht schijnt in de duisternis, zegt tegen jou en tegen mij. Ik ben niet alleen het licht van de wereld. Maar jij bent het ook. Dus de schepper van het heelal, die alles gemaakt heeft, die het licht schiep, zegt van ja, maar ik ben niet alleen het licht. Jij bent het ook. En wat er gebeurt is dat Jezus door deze woorden jou eigenlijk terugplaatst in zijn grote scheppingsplan. Want dat was altijd al zijn plan. Dat wij het licht van de wereld zouden zijn. En die scheiding tussen licht en duisternis. Vanaf nu ben je afgescheiden van de duisternis. En sta je in het licht. In het licht van Gods heerlijkheid. In het licht van Gods glorie. En je bent zichtbaar als een stad op een berg. En als een lamp die op een standaard staat. Zo schijnt Gods licht door jou heen. Ik pak even een beetje water, hoor. En als je dan teruggaat naar Genesis, dan zie je dat hoe woest en hoe doods de aarde ook is, hoe leeg, hoe donker die ook is, hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt, er moet licht komen.
en er was licht. En die kracht die daar aan het werk was, aan het begin van de schepping, die kracht die werkt vanaf vandaag ook nog steeds in de gemeente door. Amen? Die werkt echt in de gemeente door. Die scheppingskracht. Dus op het moment dat jij bij iemand komt die in een uitzichtloze situatie zit en het dus niet meer ziet zitten, mag jij zeggen in de naam van Jezus, er moet licht komen. En er was licht. Dus als jij in de autoriteit van Christus zegt, er moet licht komen, dan is er ook licht. Dus als Nederland in een crisis zit, of het is chaos, mogen wij als gemeente zeggen, er moet licht komen. En er is licht. Dat is de kracht die wij hebben. Dat is de kracht die wij hebben die in ons woont. Sterker nog, het is een opdracht van Jezus. Het is een belofte van Jezus. En dat is alles wat we nodig hebben. Meer hebben we dus niet nodig. Meer hebben we dus niet nodig. Want dat is het leven en het licht dat eeuwig leven geeft. En wat er gebeurt is dat mensen kunnen dat zien. En ze kunnen het pakken. Waarom? Er zit zout in. Dus ze denken niet van, ze denken, ik schep nog even een keer op. Dat is, lieve mensen, waar we toe geroepen zijn. Om in situaties Gods licht te laten schijnen. Weet je, en als we dan terugkijken naar al die preken die we in de afgelopen periode gezien hebben, dan zie ik ook dat de Heilige Geest daar heel krachtig doorheen spreekt. En ik geloof ook echt dat de Heilige Geest die thema's niet voor niks op de agenda zet. Hij heeft hier een bedoeling mee. Hij heeft hier echt een bedoeling mee. Ik geloof namelijk echt dat het tijd is voor ons als gemeente om op te gaan staan en ons licht te laten schijnen. En dit is niet een boodschap die nieuw is. Dit is een boodschap die wordt vaker gepredikt, ook vanaf dit podium. Maar weet je, als ik naar de wereld nu om me heen kijk, en ik denk dat we daar allemaal wel met elkaar over eens zijn, dan is dat het niet zo goed gaat. En dan druk ik me nog zwak uit, denk ik. En ik geloof echt dat we als gemeente van Christus geroepen zijn om hier onze plek ook in te nemen in deze situatie. En dat we op welke manier dan ook, weet je, en de Heilige Geest kan jou iets openbaren wat hij mij niet openbaart, maar welke manier dan ook een verschil kunnen maken in de wereld om ons heen. Amen. En ik geloof dat de gemeente daardoor ook gebouwd gaat worden. Weet je, want je kan zeggen van ja, maar weet je, als je bezig bent met de wereld buiten, dan ben je niet bezig met de wereld in de gemeente. Maar gelukkig werkt God niet zo. Want het principe van geven is dat je ontvangt. Dat is een Bijbels principe. En ik geloof dat we allemaal op onze eigen unieke manier onze plek in mogen nemen in dat bouwwerk van Christus. En hoe hij jou geplaatst heeft in dat bouwwerk is niet hoe hij mij geplaatst heeft in dat bouwwerk. En een mooi voorbeeld, ik kreeg van de week, ja, ik heb echt best wel veel meegemaakt van de week, dat had veel door, denk ik. Maar kreeg ik een prachtig, bemoedigend woord van een zuster hier uit de gemeente. En ze schreef er ook bij van ja, ik wil graag uitstappen in profetie. En het was gewoon allemaal raak wat ze uitsprak.
allemaal raak. Weet je, dus je hoeft niet eerst 20 jaar naar een bijbelschool om de Heilige Geest te kunnen verstaan. Je hoeft niet... Tuurlijk, het is belangrijk dat je erin bekwaamt. En dat je ervoor bidt. En dat je afgestemd bent op de Heilige Geest. En dat is allemaal belangrijk. Maar weet je, Gods Geest kan vandaag door iemand heen werken die net tot bekering gekomen is. Amen? En dat is ook, weet je, daar wil ik je ook toe aanmoedigen om echt in dingen uit te gaan stappen. Om niet te denken van, nou, weet je, dat laten leiders dat maar doen. Of laat mensen dat maar doen die al heel veel ervaring hebben. Nee. Ik geloof dat God vandaag tegen jou zegt, het is jouw tijd om op te staan. En het kan iets kleins zijn, maar het kan ook iets groots zijn. Dat God je ook vandaag gewoon roept. Want hij roept nog steeds mensen. Echt. Echt. En je kan heel lang bidden. Je kan heel lang bidden. Heer, wat heeft u voor mij? Heer, wat heeft u voor mij? Welke roeping mag ik in gaan wandelen? Wat mag ik gaan doen in uw koninkrijk? En wachten. En wachten. En denken van, nou, ik hoor ook niks. Maar misschien zegt God vanochtend wel tegen jou, kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen. En als je om je heen kijkt, dan zul je zien wat ik voor jou heb. Want dat is zoals God werkt. Kijk wat er nodig is. Wat er in jouw omgeving nodig is. En misschien is dat een buurman of een buurvrouw. Die alleen is. Of misschien is dat... Ja, dat ene gemeentelid waarvan je weet, oh, die zit gewoon lastig, die zit moeilijk op dit moment. Of misschien is het dat stel in de straat waarvan je weet, van ja, die hebben huwelijksproblemen. En dat de Heilige Geest tegen jou zegt, ik wil dat je daarheen gaat. En niet om ze met 40 bijbelteksten om oren te slaan. Maar misschien om alleen maar even koffie te drinken. Want jij bent gezellig. Jij bent leuk. Jij bent vrolijk. Amen? Amen. Weet je, ik geloof dat het Jezus verlangen is om niet alleen maar door deze crisis heen te gaan. Ik geloof dat het Gods verlangen is dat we hier sterker uitkomen. En dat is wel een ander perspectief. Dat is echt een ander perspectief. Want ik geloof dat er een heleboel mensen zijn in Nederland die denken, oh, we zitten het wel uit. Is goed, we zitten het wel uit. Maar ik geloof dat God echt vanmorgen tegen ons zegt, maar ik wil jullie juist sterker uit laten komen. Ik wil juist dat die stad nog meer zichtbaar wordt. En kunnen we dat ook nog pakken met elkaar vandaag? Of zijn we al zo ver dat we denken van, nou, kom op hoor, ik heb er echt geen zin meer in. Nee, ik geloof dat dit een belofte is van God. Dat hij zegt van, weet je, deze situatie wil ik gebruiken om jullie sterker te maken. Net zoals dat hij het volk Israël door de woestijn heen leidde. Om ze sterker te maken. Om ze gehoorzaamheid te leren. En om ze uiteindelijk dat beloofde land in te leiden. Amen? Amen. Nou, ik kan nog wel een uur doorgaan, maar dat doe ik maar niet. Maar ik wil wel graag bidden. Zullen we dat doen? Zullen we gaan staan met elkaar? Ja, lieve Vader in de hemel. Dank u wel. Dank u wel dat u de God bent van licht. En Heer, dat u licht van duisternis hebt gescheiden. Heer, en dat u ook tegen ons zegt... Dat wij dat licht zijn. Wat mag schijnen in de duisternis. Dat wij in situaties mogen komen waar het duister is, waar het donker is. En waar we ons licht kunnen laten schijnen. Zodat die omstandigheden waar het nu nog zo donker is. Uw licht zichtbaar wordt.
Heer, en ja, dank u wel dat we dat zout mogen zijn. Dat zout wat, ja, wat zo belangrijk is om het eten lekker te laten smaken. Heer, omdat het, we weten dat voedsel goed voor ons is. Oh, maar het is ook zo fijn als het lekker smaakt. Heer, want dan willen we er meer van. Heer, en daarom ja, vraag ik ook, wilt u ons ook gebruiken als zout? Als zout in deze wereld. Als zout voor de mensen om ons heen. Heer, om dat verschil te kunnen maken in situaties die soms uitzichtloos lijken. En om, ja, om mensen mee te kunnen nemen in de blijdschap. En in de vreugde die er zit in uw woord. Heer, die er zit in een leven met u. Heer, want dat is ons verlangen. Heer, dat we nog meer mensen tot geloof zullen zien komen. Yes. Dank u wel, Heilige Geest, dat u dat op dit moment ook aan het doen bent. Dat u in al die huiskamers spreekt. Dat u tot ons hart spreekt. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.